Je bent ondernemer met een droom. Je wilt vooruit, je wilt groeien. En om dat te bereiken heb je een plan. Maar hoe financier je dat? Waar en bij wie vind je het geld voor jouw plan? Wanneer zeggen ze ja? Wij geven je in deze film handvatten om ervoor te zorgen dat jouw droom werkelijkheid kan worden. Verschillende ondernemers hebben verschillende dromen. Misschien wil jij groeien door het betreden van een nieuwe internationale markt. Je kunt je bedrijf ook laten groeien door middel van een nieuw product. Of je kiest misschien wel voor groei met je huidige product. Natuurlijk kun je ook de ondernemer zijn met de ambitie om meerdere mogelijkheden te combineren. Wat jouw droom ook is, je wilt weten bij welke partijen je terecht kunt om je plan te financieren. Maar voordat we je vertellen waar je naartoe kunt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je er klaar voor bent. Je moet geloofwaardig zijn, jij en je bedrijf. Denk daarom eens na over de volgende stappen. Zorg ervoor dat je een businessplan hebt waarin alle cijfers goed op een rijtje staan. Zorg dat je verdienmodel klopt en scherp je businessplan nog eens aan. Ook belangrijk, bouw een netwerk op. En oefen je pitch om anderen te enthousiasmeren. Als je dit doet, dan weet je dus exact hoeveel geld je eigenlijk nodig hebt. Wat je gaat doen met dat geld en hoe je dit goed kunt presenteren. Dan is het belangrijk om te weten voor welke partijen je plan geschikt is. Niet elke partij let namelijk op dezelfde punten. Met de juiste aansluiting is het makkelijker om de benodigde financiering bij elkaar te krijgen. We gaan je nu vertellen bij welke partijen je terecht kunt voor jouw financiering en waar je op moet letten als je eenmaal binnen bent. Bij de bank geef je je plan af, waarna zij eerst alle checklists invullen. Ze letten erop of je voldoende zekerheden hebt en of je cashflow op orde is. Je kunt ook op bezoek bij je eigen family, friends and fools. Zij willen weten wat je droom is en beslissen daarna of ze geloven in jou als ondernemer. Samen met een informal om tafel is ook een optie. Hij of zij investeert eigen vermogen in jouw bedrijf. Je plan moet kloppen, maar het is ook belangrijk dat er een goede klik is tussen jullie. Een informal moet kunnen geloven in jouw plan. Dan zijn er nog de investeringsfondsen. Een investeringsfonds wordt meestal opgezet door een groep van informal investors of een investeringsmaatschappij. Zij moeten kunnen geloven in jouw plan en je cijfers. Ze willen bijvoorbeeld weten hoeveel je bedrijf waard is over 5 jaar. Je kunt ook via internet veel mensen tegelijk aanspreken over jouw plan. De investeerders via crowdfunding zullen met je mee in zee gaan als ze je plan hip en aantrekkelijk vinden. Het moet aanslaan. Ten slotte is er ook nog de overheid waar je naartoe kunt. Hier wordt erop gelet of jouw plan misschien aansluiting vindt met een relevant overheidsthema. Of misschien zijn er mogelijkheden voor subsidie of samenwerking. Dit is een goede optie die je niet moet vergeten. Nu kun je een financieringsmix samenstellen. Doordat je verschillende opties hebt aangesproken, kun je vanuit meerdere partijen financiering ontvangen, waarmee je je complete plan kunt uitvoeren. Je toekomstdroom kan nu realiteit worden. Succes!